De Geest uit de Fles gaat over de rol die alcohol speelt in onze maatschappij. Waarom vinden we dat met alcohol pas echt genieten is? Waarom moedigen we elkaar aan om te gaan drinken en om door te drinken? Waarom denken we dat er niets aan is zonder een drankje? En waarom een alcoholvrij leven zo ingewikkeld is in een benevelde wereld? Na het schrijven van het boek Ontwijnen ben ik nog veel meer gaan ontdekken over alcohol en waarom het zo moeilijk is om langer alcoholvrij te zijn. Want als je stopt met roken, dan hangen mensen de vlag voor je uit. Maar als je stopt met drinken, dan vinden mensen dat ongezellig en dan vinden ze je raar. En ja, hoezo doe je dat? Want niet drinken doe je eigenlijk alleen maar als je heel ziek bent of verslaafd bent geweest of zwanger bent. Maar niet zomaar omdat je er geen zin meer in hebt. Het is de norm om wel te drinken. En ik wilde heel erg naar het waarom toe. Waarom blijven we het maar doen, terwijl we weten wat het met ons doet? En ik heb ontdekt dat een alcoholvrij leven echt als een upgrade voelt in je leven. En daar wilde ik heel graag meer over schrijven. Heel veel mensen struggelen met de rol van alcohol in hun leven. Dus dat je 's ochtends opstaat en denkt, ik doe het echt niet meer. Deze week niet, of langere tijd niet. En tegen de tijd dat het 5 uur 's middags is, of je komt op een feestje, of iets anders, staat er toch weer een glas wijn voor je neus. En dat gaat maar door. En het mooiste wat een alcoholvrij leven, voor mij nu al ruim 4 jaar, me heeft gegeven, is vrijheid. Maar ook echt een upgrade in mijn leven, op ieder gebied. Dus echt het gevoel dat alles beter is geworden. Een leven in HD. En in De Geest uit de Fles geef ik je alle tips en alle aanwijzingen en superveel eye-openers om uit die struggle te komen. Ik heb De Geest uit de Fles geschreven voor iedereen die echt alcoholvrij wil zijn. Als je al meerdere stoppogingen hebt ondernomen en steeds tegen dezelfde problemen aanloopt. Als je denkt, wat is nu eigenlijk de kern van die verslaving? Het grote waarom, zodat je onkruid kunt gaan wieden in plaats van knippen. En natuurlijk voor alle mensen die hun gezondheid serieus nemen.